Ajax is naar het hoge noorden afgereisd met maar één missie. Doelpunten verzamelen. Het is de enige manier om de druk op te voeren op FC Twente. En Leuchter is in de 9e minuut al dicht in de buurt om de score te openen. In de 22e minuut neemt ze plaats achter een vrije trap. En hoe? Normaal is het spitsen die dit soort ballen voor haar rekening neemt. Maar Leuchter kan het ook. Vanaf 20 meter jaagt ze de bal in de hoek. En Dinklaar geklopt. En dan lijkt het een leuke avond te worden in het Abel Enstra stadion. Maar Heerenveen houdt lang stand, heel goed stand. En ze hebben Chimène Ripa. En Zoe van der Ven weet hier dat ze de gelijkmaker binnen had moeten tikken voor Heerenveen. Van Eijk in eerste instantie nog gered. Door de paal. Maar hier had 1-1 moeten staan. Het duurt tot de 66e minuut. Tot Noordam mag uithalen. En Dinklaar een hele mooie redding. Ajax verzuimt hier om doelpunten te maken. Wel nog een corner. Standaard situatie. En dan is de Stephanie van der Gracht altijd mee. En waar Dinklaar zojuist nog heel mooi redde. Kan de aanvoerster van Ajax hier de 2-0 in het net koppen. In de 77e minuut probeert Leuchter haar doelpunt uit de eerste helft te kopiëren. Dinklaar heeft dit keer wel het aluminium aan haar zijde. Ajax boekt een zakelijke overwinning, blijft in het spoor van FC Twente, maar weet de druk niet verder op te voeren.